Wat was nou de achtergrond dat toen toch de doelmatigheid van de Rijksdienst ineens op de politieke agenda kwam? Nou, dat is altijd heel makkelijk om op de agenda te zetten. Ja, maar het was toen Want de wie eerste is er keer. tegen? Wie zou tegen de doelmatigheid zijn? Ja. En nou, er wordt een opdracht gegeven, er wordt een commissie ingesteld. De staatssecretaris Van Veen misschien is daar als eerste eigenlijk mee begonnen. En dan gaat er zo'n het ambtelijk apparaat gaat aan de gang. Buitenstaanders bemoeien zich ermee. En er wordt een paar zinnige voorstellen gedaan. En er wordt soms ook een heel dik rapport gemaakt. Daar komen we straks wel over te spreken. Dat vervolgens misschien door een enkeling wordt gelezen. Ook maar door een paar Kamerleden. Ja. En die pikken daar een paar krenten uit. En er wordt daarover gediscussieerd. En er verandert er wel eens wat. Maar meestal niet zoveel. Nee. De vraag is ook of dat erg is.